Vandaag gaf RTV Apeldoorn de mensen de gelegenheid om eens een kijkje te nemen bij de omroep. In het Hampshire Hotel Apeldoorn werd het programma In Gesprek met Leni opgenomen. De bezoekers konden de opname niet alleen bijwonen, maar mochten ook bij de regie gaan zitten. Zo konden de bezoekers eens goed zien wat er allemaal bij de televisieopname komt kijken en wie er allemaal achter de schermen actief zijn. Bij de omroep aan de Arnhemse Weg kon je niet alleen radio kijken en luisteren, maar je mocht zelf ook een boodschap inspreken voor de televisiecamera. En dat laten we nu aan je zien. Mijn naam is Rob Lucht en ik ben lid van een orgaan wat te maken heeft met Radio TV Apeldoorn en waarin ik iets mag doen namens de vereniging Oud-Apeldoorn. Vandaag is er bij de Radio en TV Apeldoorn een open dag. Buitengewoon de moeite waard. Ik heb rondgelopen hier aan de Arnhemse Weg. Ik ben in de radiostudio geweest, ben in televisie geweest. Heb me alles laten uitleggen door, laten we ons goed realiseren, allemaal vrijwilligers. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste punten. En ik moet zeggen dat ze erin slagen toch bij Radio TV Apeldoorn. Om elke keer toch weer een programma neer te zetten wat de moeite waard is van het zien of het horen. Vaak zijn het ook jonge lui die mee bezig zijn. Dat zijn stagiaires van scholen. Die komen hier ook vrijwillig. En die draaien dan toch ook maar een heel programma. Ik heb daar erg veel bewondering voor en ik wou dat alleen maar even gezegd hebben. Dank jullie wel. Ik ben Esmee. En wie doe je de groeten? Papa. Oh, wat goed. En nou jij? Hallo, ik ben Juri. Ik doe de groeten aan papa. Hallo, ik ben Charlene en ik doe de groeten aan al mijn collega's van RTV Apeldoorn en aan papa. Goedemiddag. We hebben hier een prachtige rondleiding gehad bij RTV Apeldoorn. Op deze zonnige dag zijn we toch het huis ingekropen hier. We hebben een heel erg goede uitleg gehad hoe het hier werkt met radio en tv. En we vinden dat hier fantastisch werk wordt gedaan. En ik had 3 jongens bij me. Nou, wie weet gaan die in de toekomst hier ook nog wel wat doen. Dat vinden ze wel leuk. Wat zal ik nu nog even zeggen? Nou, ik kan iedereen van harte uitnodigen bij de Skiller en Schaatsclub, de DNI. Morgen is de laatste dag van de Vierdaagse en kunnen er tochten gereden worden in de omgeving van Apeldoorn. En die is natuurlijk prachtig om te wandelen, te fietsen, maar ook om te skileren. Bij deze, dat was het. Goedemiddag, mijn naam is Arno Dijkeman van winkelcentrum Hart van Zuid. Vandaag was ik hier te gast bij Omroep Apeldoorn en dat was erg gezellig. Gebak, alles was aanwezig hier, dus zeker de moeite waard. Maar goed, daar kwam ik natuurlijk niet alleen voor. Ik kwam ook om de promotie te doen van onze winkelcentrum. Wij houden weer een braderie op Hart van Zuid. En dat is op 4 juli. En op 5 juli hebben we ook nog een kleedjesmarkt. En daarvoor kunt u zich inschrijven bij de welbekende winkel, de Witgoedzaak, aan de Talingweg. Dus u bent van harte welkom en schrijft zich lekker in. En tot dan op de braderie. Ja, en nu hoort u het eens van een buitenstaander. Bezoekers aan de Open Omroepdag keken hun ogen uit bij het maken van de radioprogramma's. Waar ze eindelijk eens de gezichten zagen die feitelijk bij de radiostem horen. Maar ook hoe de techniek bij de radio eruit ziet en hoe dat allemaal werkt. Bij de televisie konden de bezoekers kijken hoe er gemonteerd werd en hoorden zij wat er allemaal op komt kijken eerder een programma op televisie te zien is. Ook werden de nieuwe camera's van de televisie aan het publiek getoond. En voordat we echt helemaal afsluiten met dit programma hebben we nog één iemand die we het woord graag willen geven en dat is onze voorzitter Gert Mulder. Dames en heren, zoals u zojuist gezien heeft, was het lekker druk bij de open dag van RTV Apeldoorn vandaag. Er zijn een heleboel mensen geweest, hebben gekeken hoe wij radio en televisie maken. Ik wil de mensen bedanken die hier geweest zijn. En natuurlijk alle medewerkers bedanken die een fantastische rondleiding hebben gegeven door het mooie pand. En mocht u nou zelf een keer willen komen kijken, neem dan gerust een keer contact op met de redactie. Tot ziens.